Heel goed, ja? Uitstekend. Heb je er vertrouwen in? Helemaal. Ja? We gaan ervoor. We willen zo even zien. Ik heb wel gestudeerd. Hallo, hoe gaat het tot nu toe? Nou, ik heb een hele grote satéprikker gekregen. Geen flauw idee wat ik hiermee moet. Nassie. Maar dat gaat Martin me zo meteen vertellen. Bami. Hoe gaat ie? Goed. Ja, spannend. Ben je de beste? Tuurlijk. Ja, ja. Is het spannend? Ja, ik vraag me af waar ik nu aan begonnen ben. Maar ze hadden niet gezegd dat het zoveel mensen zouden zijn. Het is nog niet eens alles, hè? Het zijn er maar 60. We hebben er 85. Mag ik jou vragen als eerste de spits? Of de beter? Of zoiets? Zoiets. Jongen, we hebben direct gehoord. Radetski. Radetski gelijk, maar ja. Gewoon gelijk even slecht. Maar als je dat beginnetje hebt, hè, dan moeten we nog eventjes op werken. Het ging een stuk makkelijker. Ja, ging makkelijker. Je begon het wel, ja. Maar nu heb je echt levende muzikanten. Dus je moet eventjes
in de gaten houden dat je ze aan de gang zet. Ik vind dat de kandidaten echt super gegroeid zijn sinds de vorige. Ja, absoluut hoor. Het is geweldig eigenlijk. Ze staan lekker te swingen allemaal. Het kan ze nu dan nog wat explosiever en een beetje introverter. Maar op zich, ik vind dat het echt goed gaat hoor. Dus het lastigste punt is om ze te laten beginnen op een gegeven moment. Maar dat hebben jullie ook allemaal te pakken eigenlijk zo'n beetje. Nou, want iedereen heeft zijn eigen moeilijkheden in zijn stikje. We hebben een vakjury, die bestaat uit de burgemeester Hogendoorn, Harry Hollander en volgens mij Bartje Kanis van Kitara. Die geven punten. Die geven punten voor het klassieke werk en die geven punten voor het lichte muziekwerk. Nou, dan kunnen ze 60 punten totaal ophalen. En dan krijg je nog een keer de publieksjury. En het publiek die mag ook mee beslissen over de punten. En die gaan aan de hand van een decibelmeter gaan die kijken of ze daar over de punten van de vakjury gaan komen. Dus de kandidaten die kunnen ook hun eigen achterban meebrengen om natuurlijk nog te proberen om extra puntjes te winnen. Dus ja, dat wordt denk ik een hele leuke avond op deze manier. Ja, het gaat echt leuk worden denk ik. Wat genieten. Ja, absoluut, absoluut. Ik vind het sowieso al genieten als je de mensen bezig ziet en je ziet de muzikanten ook genieten. Die vinden dat ook prachtig. Dus ja, leuk hoor. Absoluut. Fantastisch mooi. Ik denk dat het een goede eerste repetitie was voor de kandidaten. En de spanning bouwt zich natuurlijk op na 29 maart. En dan kwam natuurlijk het grote concert. Volgende week nog een kleine repetitie. Nog iets meer spanning opbouwen. En we hopen natuurlijk dat er veel mensen op 29 maart in de cultuur, dus de Talte zullen komen.